Yo mensen van het GamePortaal, we zijn weer terug in GTA Online en we zijn hier met... Hallo, ik Gijs. Hey Gijs, hallo. Hey! Nee, het is Dikkenoob, ofwel onze goede slechte Ronald. Yo, er werd heel veel gevraagd of ik een keertje mee wil doen. Je hebt toch niet een opgepimpte auto? Nee hoor, nee. Oh my god, jij huft het. Ik zou wel de custom cars voortaan uitzetten. Ja, ik heb geen custom cars, hè. Maar ik speel vandaag weer mee met GTA. Doe vast een duimpje omhoog. Abonneer vast ook op Jefke Game, want ik ga binnenkort ook met hem daar GTA op doen, toch Jeffrey? Yo! Zeker. Wat is dit nou weer? Hoe heet deze map? Dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Er staat altijd een plaatje als we de race beginnen. Dan laat ik een plaatje zien. Dit was de tornado. Ja, dit was Chilead Tornado volgens mij of zoiets. Ja, oké. Oh snap. Oh nee! Overleef het Ronald, je kan dit halen man. Ik heb het overleefd. Oh nee. Oh. Wow. Oh. Oh, oké, dat was serieus best wel baas. Wacht wel even netjes op mij. Kijk hoe ik ga. Met explosies en al. Ik ga dit gewoon anders doen. Ik ga namelijk gewoon... Zo, YOLO! Ja, oh nee, ik hoop dat ik dit overleef. Laat me dit overleven. Oh snap, oh snap, oh snap. Oké, dit gaat niet zo goed als... Je moet gewoon naar beneden gaan, Ronald. Ja, maar dit gaat niet als gepland. Oh snap. Ik doe dat hele parcoursje. Je weet wel welke. Als je naar beneden gaat. Oh ja, die kleine gleuf. Ja. Daar zat ik net ook in vast trouwens. Toen ik deze map deed testrijden. Ja, ik doe het aan mijn mappen testrijden die ik speel. Oh! Beter, nee. Anders krijg je weer zo'n stomme map die niemand kan. Nee. En dat moet dan een verrassing voorstellen. Nee, dat was een leuke verrassing, Ronald. Een verrassing. Geef toe, dat was een leuke verrassing. Nee, dat was geen leuke verrassing. Het was een rage-makende verrassing. Maar ik begin LA te missen, man. Wat, als je mij te missen? Nee, LA. Oh. Ja, lekker vriendelijk ben jij. Waarom? Je mist me niet eens, lul. Nee, terecht, toch? Oh, okay. Moest ik jou missen? Misschien. Geef mij een legitieme reden waarom. I don't know. Paintball? Paintball? Nee. Nee, Ronald, dat zou... Schiet nou op, ik ben al beneden. Ja, ik kom eraan. Duurt lang. Maar Ronald. Ik ga nooit meer met jullie paintballen. Verdomme, een groepje 50 tegen 50. Hé, ik wist dat ook niet, hè? Ja, waren ze gek geworden of zo? Leg ze uit. Oh ja, er waren een paar OP-mensen met de sterke wapens en die maakten ons helemaal kapot. Mij, helemaal. Ja, maar ik was wel zo'n persoon die... Ja, maar jij bent heel lang, dus jij... En we hadden best wel fel overal staan, dus het was van... Hé, een gezicht, boom! Iedereen had donkere kleuren. Komen wij aan met fucking oranje. Met oranje, de meest opvallende kleur als het gaat over een donkere ruimte. Ik dacht zo van... Of jullie zijn gewoon idioot, of jullie denken, ja, of jullie willen ons gewoon puur trollen. Oh, ben ik eerste? Ja. Oh, kom. Oh nee, ik verneuk het nu heel erg. Ja. Nice, yeah, wow. Eerste. Dat vier ik met een chippie. Wat de fuck gebeurt? Oké, die stenen hier zijn echt gewoon grandioos kloten. Nee. Helemaal wel. Maar ik ben eerst geworden. Nice. Nice. We hebben een tornado. Hoe vind je mijn auto? Ja. Swag. Wat voor wagen is het? Een adder. Is dat een adder? Ja, wat is dat? Ja, het is een adder. Ja, het is inderdaad een adder. Mooi hè? Maar ik moet toegeven dat ik wel steeds beter word in races. Ik was noob. Ik was een keertje noob. Dat ben je altijd geweest. Nee, ik was net eerste. Wie is er nou eerste? Ja, maar dat stond je net ook. Ook al wachtte jij op mij. Joh. Wat? Als ik niet had gewacht, dan was jij niet eerste geweest, joh. Nou en, ik kan nu wel met de eerste strijken, omdat ik eerste ben geweest. True that, Ronald. Oh. Ah, fuck jou, dat is echt laf. Dat is echt pure lafheid, hè? Nee, dat heet overwinning pakken. Nee, dat is... Ik haat dat als mensen dat doen, hè. Dat tikjes geven dat je dan... En dat je ook nog tegen een paal aan knalt. Hey Jeffrey, wacht eens op mij, alsjeblieft. Hey Ronald, denk je dat? Hey Jeffrey, hey. Hey Ronald, hey, nee. Ik betekent toch zoveel voor je? Dit kind niet, Ronald. Waarom niet? Nee, ik heb niet gehaald de jump. Kut, kan ik overnieuw doen. Oh nee. Kut. Oh. Wat? Oké, dat was jammer. Wat is er? I didn't make the tornado. Wacht op mij, wacht op mij. Ik loop heel ver achter. Moet je deze tornado per se halen? Ja. Oké, wat de fuck deed ik daar? Oké, en nu... Oké. Oh, nice! Nailed it! In één keer? Ja. Nee dus. Nee. Zit je vast of? Nee. Ik weet alleen niet hoe je de... Deze dingen weet ik nooit hoe je dat moet halen. Ah god. Piele, 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 poela. Hier, neem een chippy. Oh ja. Tweet allemaal lekker naar Ronald en naar Edges Ronald. Ronald is een vreedzaak. Ik eet serieus nooit eten tijdens opnames, maar het is nu, ik moest naar de kapper en ik had geen tijd om te eten. En dus en toen moest ik opnemen. Ben je kaal? Nee, joh. Oh, jammer. Kun je dit niet hacken doen? Dat je dit helemaal, dat je het niet haalt, maar dan op een cheaty way? Nee. Maar je moet gewoon niet te snel rijden. Je moet gewoon, je moet gewoon langzaam rijden. Dus jij bent nu verder en rijdt gewoon verder? Ja. Dat is ook nakkerig. Beetje lame, hè? Ik wacht wel voor de finish. Oh, ik wilde proberen om overheen te komen. Wacht, ik ga er gewoon doorheen springen. Je kan niet uitstappen, het is geen GTA race. Godverdomme, wat stom! Leuk hè, Ronald? Nee, ik sta op de parkeerplaats, Ronald. Kom op, ik haal het! Oh, ik had het gewoon te halen! Kom even terug, kun je meekijken? Want je bent toch die checkpoint al, dan kun je daarmee terugspalen. Ik heb het gehaald. Bye! Oh ja, jij kan nu terugspalen. Ja, haha, Ronald. You have no power here. Oh, jammer. Jij bent zeker al bij het einde. Dus is dat de finishlijn. Oké, cool. Cool. En als je weet hoe hard ik erop afrij, dat is leuk. Oké, dus ik kan nog winnen. Nee. Fuck you! En ik ga er zo. Ik ben echt gewoon met 10 km per uur ben ik over die finishlijn gaan rijden. Nou, stoer hè? Stoer. Ja, man. Skyline wallride. Waarom span ik half fucking kut? Hij spant echt precies voor de fucking... shit. Ik zeg het alvast. Op deze zit er geen... Deed je dat net nou serieus? Ronald? Hoi. Oké, Ronald is pleiten blijkbaar. Hallo, meneer Vledder. Hallo. Yo. Yo. Test, test, test. Hallo. Hoi. Wat de fuck gebeurde er? Oh, mijn microfoon valt laatst veel uit. Oh, dus dat betekent dat ik een nieuwe telefoon, een nieuwe microfoon en... Ik vroeg vriendelijk of je op mij wilde wachten voordat ik uitviel, omdat ik dit niet kan halen. Dit is heel gemakkelijk. Dit is echt gewoon heel super simpel. Ja, maar niet voor mij. Gast, je moet gewoon niet te veel sturen. Ja, ik ben wel irritant dat mijn microfoon heet het uitvalt. Laatst ook een Sky was. Viel die heet het uit. Dat is niet fan. Nee, dit haalt het weer niet. Wat stom dit. Nou, ik denk dat jij dit haalt. Ga jij maar ondertussen verder? Weet je het zeker? Want ik sta hier wel mooi naar de zonsondergang te kijken hoor, Ronald. Nee, ik kon het halen! Nee! Ik zie jou naar beneden ballen. Nee. En je bent verdwenen. Nou, jongens. Als we op Ronald moeten wachten, zijn we over 10 jaar nog niet klaar? Jawel, ik ga het nu halen. Ik heb een award gewonnen. Nou, dank je. Spinarella zeker. Yep. Oh, oh, wat? Oh. Ik ging er doorheen, ik had het gehaald! Maar hij pakte hem niet! Wat? Wat? Zag je dat ik er doorheen ging? Ja, ik zie niet dat je er doorheen ging, maar ik zie jou wel in de lucht op iets rijden wat niet bestaat. Weer! Wat? Hij bukt. Hij bukt, Jeffrey. Serieus? Ik ga er serieus heen doorheen. 2 keer achter elkaar al, pakt hij hem niet. Nou, nu haal ik het niet. Nou, we doen nog 1 keer. Als ik het niet haal, dan mag jij verder. Oké, want ik sta hier heel mooi naar jou te kijken hoe jij de hele keer aan het falen bent. Het mooie is ook nog, ik zie jou gewoon rijden op iets wat er niet is. Weer! What the fuck? Nee, daar kan ik niks aan doen, man. Ja, maar ik ga er gewoon doorheen. Ja, maar ik kan er niks aan doen dat de fucking map bukt. Dit is stom. Ik kom er al lang verder. Nee, laat ik dan maar even gauw de race voor Ronald beëindigen. Ja. Dan kan die arme stakker ook gewoon verder. Ja, dit is zo stom. Zo stom. Zo stom. Ja, die moeten niet met hoe licht te gaan knipperen, jongen. Ach, zulke oedlul. Ik schiet toch voor hoe langs op de verkeerde weghelft. Wat als ik probeer om erop te komen? Wat bedoel je op? Weet ik niet. Ik praat bullshit door die fucking rotzooi. Praat jij niet altijd bullshit? De geboorte was bullshit, want jij kwam... Dat weet ik. Oh, snap! Oh, snap! Ja! Hoerige kutlul, zet je fucking knipperlicht aan. Nou, auto, nee, auto. Oh, was dit weer een verrassing van je? Een map die het niet doet? Nee, daar kan ik niks doen, bij mij deed hij het. Dat is weer zo'n stomme verrassing van hem, guys. Ja. Hij zei weer tegen mij... Verrassing voor Ronald! Hij zei tegen mij, Ronald, ik heb een leuke verrassing voor je. Dus ik dacht van, yeah, misschien komt hij wel met een giraffenknuffel. Nee. Wat komt hij aan? Komt hij weer met zo'n stomme map aan. En dit op... En wauw, nu haal ik het! Dit is zo stom. Ik ga het nog proberen te halen. Binnen 15 seconden haal je dit niet, Ronald. Nou, dus de DNF. Nou, kijk. Oh ja, dan vermoord je ook nog die fucking motorrijder. Zo, die kan er helemaal niks aan doen, Ronald, nou, die motorrijder. DNF, de 3 kutste woorden ooit. Nee! Did not finish. En we zijn terug met de Canyon Jump. En we zijn nog steeds hier met Ronald. Oké. Canyon Jump. Ik ben benieuwd wat voor map het is. Hoe doe je trouwens een snellere... Een boost? Ja. Op een goed tijdstip je gas indrukken. Maar dat doe ik ook nooit goed. Nee, dat kan Jordi heel goed. En Jelle. Ja, maar Jordi en Jelle die spelen ook volgens mij echt heel de dag. Ja, maar dat is cool. Door. Ronald. Ja. Wat deed jij bij mij? Niks. Je beukte mij. Ik beukte niet. Dat ging dan per ongeluk. Shoot. Ik zit vast. Beuk me. Driehoekje. Ik neem een mandarijn. Ha! Oh wat fijn. Oh wat fijn om een mandarijn te zijn. Nou, dat lijkt me niet fijn hoor als jij die mandarijn opvreet. Oh, mij lijkt wel lekker. Altijd een lekkere smaak in je mond dan. Ja, oké. Mandarijnen zijn lekker, maar het lijkt me niet fijn om een mandarijn te zijn hoor. Maar ik weet niet hoe jij daarover nadenkt, maar... Wacht even op mij. Ik zit vast. Alweer. Ja, ik ben net van de baan geflikt. Noob. Learn to play. Ronald, waarom ben je zoveel achter? Ja. Ah, ik ben een beetje moe. Hoezo? Vroeg gewerkt. Nu zeik je. Ik werk ook altijd. Ronald, wil je mij niet laten lachen? Wat? We zijn nou bij de jump aangekomen. Ja? En hier moet je wel wat snelheid hebben trouwens. Just saying. Oké. Ga aan de linkerkant eraf. Oké. Then you can possibly make it. I can't guarantee, but I just failed. Oh, nee, nope. Oh my god. Oh, ik val door. Oh, nee. Ja. Je hebt het gehaald. Stoer, hè? Wacht op mij. Ga toekijken. Ik zie weer geen jump meer. De jump is weer weg. Ja, ik kan dat nog zien. Oké, ik zie. Waarschijnlijk moest ik deze nemen van je. En dan links eraf. Oké, laat proberen. Nee! Okay. Opnieuw! Wauw, SpongeBob. Nee, Fairly OddParents. Oh ja, nou dat heb ik nooit gezien. Kut. Slecht hoor. Hoe is dat slecht? Dat was een leuke serie. Vond je dat echt leuk? Van sommige afleveringen vond ik wel leuk. Oh nee, je ziet me nu van de berg gevallen. Dus, Wat ben je van de berg gevallen? Nee, ik vind Fairly OddParents. Ik vond Jimmy Neutron leuk. Nee, dat was ook leuk. Met Rien en zo. En Kas. Oh, Rien. Ultralord! Ja. Oké, glijden. Ja, Ronald, bijna. Nailed it! Oh, netjes. Mooi geglide, hè? You did not glide, motherfucker. Jawel. Oh. Nee! Ga je menen dat ik dit weer opnieuw moet halen? Nee! Ben je niet naar de checkpoint geweest? Ik heb niet naar de checkpoint gereden. Maar ik haal het toch wel waarschijnlijk. Oké, mag ik gewoon doorrijden? Nee. Oké, zou ik niet doen. Ah, kom op. Oh, nee! Ah! De D, de N, de F. Je moet je bek houden. En de D en de F. De D en F. Je moet je bek houden, Ronald. Jij krijgt nu de DNA. Zolang ik de jump maar gewoon haal, vind ik alles best. Maar hoeveel... I don't care about the DNA, I just want to fucking jump this motherfucker. Ik deed goed. Ik glide. Jij glijdt niet. Hey. Ja. Nice. Je hebt gehaald, man. Dus mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op het Gameportaal Jefke Gaming. Vergeet natuurlijk niet het duimpje omhoog te doen en hem tussen je favorieten te stoppen. En dan zie ik jullie later. Houdoe! Yo.